Stel, u wint de verkiezingen. Ik hoop het samen met u. Dat heb ik nu ook weer niet gezegd, maar stel dat u wint, is dat het einde van België? Dat is aan de kiezer. Letterlijk, en ik wil bij deze nog eens graag herhalen dat de VDU na de verkiezingen een referendum wil over de toekomst van Vlaanderen. Ja, meneer Vermalen, een referendum over de toekomst van Vlaanderen, is dat denkbaar voor u? Ja, denkbaar. Ik vind het te vroeg om daarover te spreken. Nu al laat staan de kiezer wijs te maken dat zo'n referendum er ooit komt. Want, laat ons eerlijk zijn, zo'n referendum is fundamenteel ondemocratisch. Excuseer? Wel, er zijn 6,5 miljoen Vlamingen en 4,5 miljoen Walen. Dus stel dat u zo'n referendum in Vlaanderen organiseert over de toekomst van het land, dan betekent dat eigenlijk dat een Vlaamse meerderheid zijn wil gaat opleggen aan een Franstalige minderheid. Dat is fundamenteel ondemocratisch. Ondemocratisch, meneer Koenen? Ik ga er altijd vanuit dat binnen een democratie de meerderheid beslist. Of gaan we dat principe ook afschaffen? Ja, als er 6,5 miljoen Walen waren en 4,5 miljoen Vlamingen, dachten jullie daar nog zo over? Ik denk het niet, maar het is nu eenmaal andersom. Dat is waar. Goed, over dat thema.